Profiteert Feyenoord van een slippertje daar. Is hier Berghuis. Berghuis, dat is goed. Oh, dat is de goal voor Feyenoord. Want Hap sloot hem uiteindelijk nog binnen. In de 63ste minuut. Deze aanval. Maar na de glijpartij van Maradishvili blijft hij daar op één lijn met de bal. Er is bovendien geen VAR, dus dit gaat niet meer teruggedraaid worden. Kukçu. Oh, geweldige goal van Kukçu. Bezig aan een van zijn betere wedstrijden dit seizoen. En dat bekroont hij met een geweldige uithaal uit stand. Akin VF, toch niet de minste. 111 interlands voor Rusland. Is hier kansloos. Zagoyev deelt een schop uit. Kukçu, balletje naar Linssen. Nou, 3-0. 3-0 is het voor Feyenoord. Geertruida aan de benen. Die verwacht je daar toch ook niet 1-2-3. Feyenoord on fire in de eigen kuip. Want binnen 10 minuten, drie keer tref zeker. Het verhaal van CSKA eigenlijk, het ziet er toch wel aardig uit. Daar ongeveer tot een meter of 20 van de goal van Bijlo. Maar komen ze er daarna eigenlijk niet meer doorheen? Ja, nu wel. Want ongelukkig wordt die bal nog van richting veranderd. Dan is het 3-1. Curieuze goal. Waar Bijlo onderweg was om die bal heel simpel eigenlijk op te gaan halen. Maar Senesi is de man die hem van richting verandert.